bergen. We zijn deze keer in Axamer Lizum, Korte Innsbruck. In 1976, mijn geboortejaar, waren daar de Olympische Spelen. En hier in dit gebiedje waren ook een aantal skidisciplines. Het is altijd wel leuk en speciaal om zo in een Olympisch skidorpje te zijn. Morgen gaan we hier meedoen met een delegatie van het Airborne Freeski Team aan de QParks Tour. But in my dreams, I'm waking up to roses, champagne, kisses, and I know it's always, always gonna be this way. Heb ik wel ontzettend veel geskiet. Ik sta dikwijls van 's morgens tot 's avonds op mijn skis. En dat is allemaal wel heel leuk, maar er is eigenlijk één ding wat ik een beetje mis. En dat is wedstrijden, competitie. De spanning van boven aan de start te staan en moeten indroppen en uw run neer te zetten. Die spanning, dat is wat ik mis. En daarom heb ik mezelf nog eens ingeschreven voor deze wedstrijd. En ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Het is bijna 3 jaar geleden van het WK 2014, dus dat is april 2014 is het geleden dat ik nog een slopestyle wedstrijd meegedaan heb. Dus ik ben toch eens benieuwd wat we er nog van kunnen. Voilà, wedstrijd zit erop. Eerste run, right tree naar left tree. Goeie rail en de hip was ook wel, ging ik wel goed ver. Tweede run wou ik right tree naar left 5 doen en ben ik jammer genoeg gevallen met de 5. Maar hopelijk is de eerste run goed genoeg om het podium te halen. We zullen zien. Alright, one place left and that is the number one. And the number one in the free ski category, ladies, is called Katrien. Yeah.